Mijn vader had allemaal klanten. Die, mijn vader stond er een zondagsmorgens in. En dan kwam ik met mijn man, want ik woonde in de Brouwerstraat. En dan kwamen wij, en dus die hele bar zat vol. En het was zo leuk, want er kwam een fan binnen met een grote neus. En toen zegt mijn vader, ik durf een rondje te geven voor de hele bar. Dat ik weet wat je op het boek gezet hebt. Toen zegt mijn vader, nou zeg het maar. Toen zegt die neus, ik zeg, nee, daar zit neus. Daar zit grote neus. En kijk op mijn boek, hier staat hele, hele grote neus. En toen zat het rondje verloren. Is waar. Kan ik me voorstellen. Ja. Er kwam er nog eentje binnen en die had een horloge te koop voor 15 gulden. Toen zegt hij, het is waterproef en schokvrij. Dus mijn vader gooit het in de spoelbak. Hij zegt, nou, het is geen waterproef. Maar het net had de sloop gehad. Die sloophamer stond erop. En hij geeft een klap op dit horloge. Dus alle veertjes en dingetjes sprongen alle kanten uit. Zegt hij, het is niet schokvrij ook. Wat kostte 15 gulden? Maar de hele boel heb gelachen.